Meester Inter is een spel voor kinderen met dyslexie. En eigenlijk richt het zich heel erg op de stimulatie van de samenwerking van de hersenhelften. Als je dyslexie hebt, werken de hersenhelften minder goed samen. Daisy Bootsman heeft zelf dyslexie en bedacht een tool om de samenwerking tussen de hersenhelften te stimuleren. Gelukkig kan je die communicatie wel trainen door bijvoorbeeld touwtje te gaan springen, te jong leren. Tenminste, dat heb ik ook gedaan vroeger op mijn basisschool, tijdens mijn behandeling eigenlijk. En toen dacht ik, nou ja, hoe kan je dat eigenlijk naar een nog simpelere manier brengen? Door eigenlijk het gewoon terug te brengen naar een spel. Maze Hunter heet het spel dus. Voor kinderen vanaf 6 jaar en gericht op de motoriek. Je werkt met een tablet. Dus het tablet staat eigenlijk recht voor je op tafel in een houder. Daarop zit een spiegeltje op de camera, zodat de camera eigenlijk kan zien wat jij voor de tablet eigenlijk aan het doen bent. En daar ligt dan een whiteboard waar je met stiften op kan tekenen als kind. En de tablet gaat eigenlijk met je mee op avontuur. Dus bij Maze Hunter zit een draakje en die gaat je op avontuur meenemen. En die gaat je allemaal dingetjes vragen om te tekenen. Je bent echt met je handen bezig. En zodra je daarmee klaar bent, dan maakt eigenlijk de app een foto van jouw tekening. En die komt dan ook eigenlijk soort van tot leven in de wereld van Maze draakje op de tablet. Wauw, super tof! Is mijn magie ook goed gegaan? De meeste mensen zullen Daisy Bootsman kennen van Radio Lelystad. Naar Radio Lelystad. Zometeen het laatste nieuws, maar nu eerst muziek. Nou, je leert natuurlijk altijd wel van beide functies. Je kan het overal weer in toepassen, maar eigenlijk heeft het helemaal niks met elkaar te maken. Ik ben deze start-up echt gewoon begonnen in mijn vrije tijd. En daarnaast ben ik natuurlijk ook bezig met geld verdienen, wat ik wel ook weer kan stoppen in mijn start-up. Ondanks dat ze 10.000 euro gekregen heeft, gaat ze toch nog niet stoppen met Radio Lelystad. Nee, helaas dat nog niet. Dat zou helaas nog niet kunnen. En ja, dit bedrag gaat eigenlijk ook echt niet naar mezelf toe. Dat gaat echt alleen maar in het product gestopt worden. Het geld gaat naar het ontwikkelen van het dyslexiespel. Daisy Bootsman koos bewust voor de naam Maze Hunter. Het is eigenlijk de bedoeling dat kinderen ook dit niet ervaren als iets voor hun dyslexie. Kinderen met dyslexie zijn al heel vaak gewend dat ze extra aandacht krijgen, dat ze apart weer naar een coach toe moeten. En eigenlijk wil ik met Maze Hunter ervoor zorgen dat ze gewoon alleen maar denken, wat een tof spel dat ik mag gaan spelen. En daarom ook de naam gekozen, zodat het gewoon niet klinkt alsof het met dyslexie te maken heeft. Laten we kijken of het lukt.